Shalom aleichem, malachei ha-shores, malachei el-yoin. Shoftim, dat is de sidra van aanstaande Shabbat. Maar uiteraard zullen we het ook hebben uitgebreid over Elul, de laatste maand van het Joodse jaar, richting Rosh Hashanah. Misschien hebt u een foto gezien. Veel mensen hebben mij al een foto attent gemaakt. Een foto waar niet alleen ik alleen op sta, maar mijn kinderen en met kleinkinderen en onbeschrieën, onberoeven, ook nog achterkleinkinderen. We waren voor een meeting, familiereunie in Parijs, Brunois, waar de Shiva is, de leerschool. En daar is een foto dus van ons gezelschap gemaakt. Hoe die hier in de openbaarheid gekomen is, zit in die weef die gestaan, ik weet het niet. Maar in ieder geval is dat zo geweest. En ik moet zeggen, ik was er natuurlijk heel erg blij mee. En niet dat die foto bekend gemaakt is, maar van die ontmoeting die we konden hebben met zoveel kinderen, kleinkinderen en dus zelfs achterkleinkinderen. Dat kwam nog even extra bij mij in gedachten. We kwamen terug met de trein. We stopten in Rotterdam. Moesten uitstappen. Iedereen moest uitstappen. En er werd gezegd, ja, er zijn problemen op het spoor bij Delft. En toen kreeg ik een schrik. Want toen wij in 1943 weggehaald werden en naar Amsterdam moesten met de trein, was er iets bij Delft op het spoor en komen dus niet daar naartoe. Of dat was beter of niet geweest, laten we rechtstreeks naar Westerbork gegaan. Maar ja, het leven met zijn ups en downs en dat kwam toch bij mij wel zo over, sterk. En nogmaals, na die familiereunie die we hebben gehad, waar ik toch echt het gevoel had, en mijn moeder heeft de oorlog niet overleefd, maar ik had toch echt het gevoel, mama, kijk naar ons, zie, dit zijn jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dus dat wat betreft de reis en eventueel die foto die dus niet in die weef gestaan en misschien elders ook is neergezet. Wat betreft de parasha van aanstaande Shabbat, de Shoftim. Shoftim, dat betekent rechters. En dat is natuurlijk heel toepasselijk omdat het er zojuist uitkomt, want we zijn in de maand Elul, de laatste maand voor Rosh Hashanah. En dat is de bedoeling dat iedereen een rekening maakt bij zichzelf, zichzelf beoordeelt, als het ware zijn eigen shofet rechter is, van wat heb ik het afgelopen jaar goed gedaan, waarin ben ik tekortgeschoten, en dan de goede voornemens te nemen voor het komende jaar. Dus wat dat betreft is de naam van Shoftim, rechters van de Sidra, de Torah-lezing van aanstaande Shabbat, heel toepasselijk. Wat betreft de maand Elul, brengt de eerste Chabad Rebbe, op Shneur Zalmond van de Yadi, de Baal HaTanya, die brengt de mashal, de vergelijking van de Melech Basadeh, de koning in het veld. Nou, tegenwoordig is dat een beetje anders, maar vroeger weten we, als je bij een koning wilde komen, nou dat kon zomaar even niet. En dat was een aangrijpende gebeurtenis. Je was doodzenuwachtig, dat woord even zomaar gebruiken. Als er al gebeurde, je moest er piek van uitzien en noem maar op. Ja. Maar hij legde al te Rebbe uit in de maand Elul. Is als het ware Hashem, als God, als het ware uit zijn paleis gestapt. En in het veld gekomen. En met een vriendelijk gezicht benadert hij iedereen. Of iedereen kan hem benaderen. En hij luistert en is bereid om de verzoeken in te willigen. Dat is het speciale karakter van deze maand, de maand Elul, voorafgaand aan de wat strengere maand in het begin van Rosh Hashanah en Yom Kippur, het Joods nieuwjaar en de grote verzoendag. En dus die vergelijking die wordt genoemd de Melech Basadeh, de koning in het veld. In de maand Elul hebben we nog een paar bijzondere dagen. Onder andere Chai Elul, de 18e Elul.
Dat is de geboortedag van de Baal Shem Tov en de geboortedag van Rabbi Shneur Zalman, van de Yadi, de eerste Chabad Rebbe. En Chai Elul, Chai betekent het is van Chayim, van leven. Dus die dagen en de ideeën van die dagen brengen leven in die hele maand Elul, vanaf het begin al. Plus de gewoonte die men heeft om in deze maand al elkaar Shalat Tovat toe te wensen, of uitgebreider een Kitiwa, Wachatima, Tova, Lishana, Tova, Metuka, een goede inschrijving en een goede bezegeling voor het komende jaar. Dat is een Tova en Metuka, een goed en een zoet jaar zal zijn. Shofar, we gaan direct op de shofar blazen. Eén langgerekte toon, één toon die in drieën is gedeeld en een toon die in kleine onderdeeltjes als het ware is verdeeld. De tekia, dat is die langere toon. De shwarim is in driedelig getoon, dus in drie delen verdeeld. En de trua, dat is de toon met hele kleine stootjes. En dat is gebruikelijk dus, richting Rosh Hashanah, om iedere dag al, liefst in shul, maar als je niet in shul bent, kan het ook buiten de shul, om dan op die shofar deze tonen te blazen. Nogmaals, om in het gevoel bij jezelf te ontwikkelen van die bijzondere dagen komen eraan. Nu is de sfeer nog zo ontvankelijk. En we kunnen nog zoveel in deze maand doen, dus laat dat alsjeblieft niet voorbij gaan. En zorg dat je dus goed voorbereid, heel positief en vol gevoel, als het straks de Yamim Noraim komen, de ontzagwekkende dagen, zoals Rosh Hashanah tot en met Yom Kippur wordt genoemd. Shaperu ma'asechem, verbeter je leven, je daden. En shaperu, daar zien we hetzelfde woord in, van de shofar. De shofar roept ons op van shaperu ma'asechem om onze daden te verbeteren. Het kan altijd nog beter, mooier maken. Dat is dus de wens die we uitspreken. En daar hebben we het eigenlijk nog niet gesproken over de parasha van aanstaande Shabbat. Maar kijkt u gewoon eventjes in het Chumash en u zult zien dat daar zoveel bijzondere dingen in staan. En zulke prachtige wetten worden ons voorgeschreven. Maar tegelijkertijd is het dus Shoftim, een tijd waarin we dus onszelf moeten beoordelen en eventueel anderen helpen om te beoordelen, ons leven te verbeteren, nog beter te maken. Alles likrat gericht op straks het einde van dit Joodse jaar en het begin van het komende Joodse jaar. Met die gedachte ga ik nu voor u de shofar blazen. We want Mashiach now.